Nou, weer een update vanaf de Boterstraat. We zijn inmiddels weer wat verder. En nou, ik laat het eens eventjes zien. Hier hebben we de Boterstraat. En inmiddels zijn we wat verder naar voren. We kunnen mijn collega's zien die druk bezig zijn met alles vrij te leggen. En eigenlijk waar we naar kijken is de plattegrond van een heel huis. Hier op de voorgrond, heel even heen, zie je meetlijnen lopen. En zie je eigenlijk de perceelscheiding tussen de twee huizen. En als je goed kijkt is het eerste deel is gewoon een hele fundering. Die hebben ze gedeeld. En het tweede deel bestaat uit twee muren. Af en toe komt er wat zand voorbij. En daar zit, tussen zit eigenlijk nog een gootje. Dus links is Boterstraat 14 en rechts is Boterstraat 12. En daartussen had je eigenlijk een soort afwateringsgootje. Dit moeten we zien eigenlijk als ongeveer 1575, 1625. Maar hierbinnen is het gelijk een heel stuk ouder. We zien ook dat de grond is wat donkerder. En mijn collega's zijn hier een stukje aan het vrijmaken met een tussenmuur. En we proberen dat een beetje af te pellen, want het is allemaal behoorlijk puzzelen. En hier zien we de tussenmuur, daar waar de bezem op ligt. En als we wat dichterbij kijken, even, zien we dat een beetje dat lichtgrijs-groenige. En dat is leem van de vloer. En als we kijken in het dwarsstukje, zie je daar allemaal verschillende laagjes. Daar waar Rob nu troffelt, is ook een stuk leemvloer. En waar we dan naar kijken is, hoe sluit die leemvloeren nou aan op de muur? En het ziet eruit, sommige van de leemvloeren zitten er tegenaan, dus die zijn uit de tijd van de tussenmuur. Maar een aantal gaan er ook onderdoor. Dus dat zegt weer iets over de ouderdom, dat die tussenmuur weer wat later is. Nou, hier dus eigenlijk een huis met een voor- en een achterkamer. Mike is druk aan het tekenen. En zo puzzelen we eigenlijk nog heel even verder. Dus het is de bedoeling dat we deze week Boterstraat 14 doen. En volgende week gaan we voormalige Boterstraat 12 doen. Dus we houden u op de hoogte.